lieveling van Kim van Kooten. Zij heeft een heel bijzonder verhaal geschreven over mijn beste schoolvriendin van vroeger, van de lagere school. En ik was ongelooflijk onder de indruk van het hele verhaal. Maar vooral ook van het feit dat ik daar een onderdeel van ben geweest en het nooit heb geweten. En ik raad iedereen aan om dit boek te lezen, omdat ik wel heb begrepen in de afgelopen tijd dat daar zo verschrikkelijk veel vaker misbruik in gezinnen voorkomt. Dat wij daar eigenlijk allemaal of ons ogen voor sluiten of er niets van weten. En dit boek is heel behapbaar voor iedereen om te lezen. Het is een heel leesbaar boek. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Als je het eenmaal hebt opengeslagen en je bent een beetje begonnen, dan kan je het niet meer wegleggen. Ik heb het zelf in één dag en de laatste twee hoofdstukken denk ik in de volgende ochtend uitgelezen. En het heeft me wekenlang bezig gehouden. Dus, dikke aanrader.